Ik ben Robert-Jan Derksen, ik ben golfprofessional en ik speel al zo'n 18 jaar op de Europese Tour. Met twee winsten in Dubai en in Madeira. Nou, we zijn op de driving range. Je begint eigenlijk elke ronde van het golven. Dat je er rustig in slaat, warm slaat. En de tip die ik wil geven, eigenlijk is heel belangrijk, is het oplijnen. Je ziet de oranje vlag in het verlengde. Is het belangrijk dat je het oplijnen, de voetenlijn eigenlijk altijd gelijk is richting de oranje vlag. Veel fouten die gemaakt worden, is heel simpel. Mensen gaan staan, in dit geval eigenlijk veel te veel op rechts. Als je bijvoorbeeld zo kijkt, sta ik veel, eigenlijk compleet niet op de oranje vlag. En ik ga ballen slaan. En die ballen die wil ik toch uiteindelijk bij de oranje vlag krijgen. Dus wat zal ik gaan doen? Ik zal een swing gaan maken die enorm van buiten naar binnen is. Om toch die bal eigenlijk bij die vlag te krijgen. Wat is nou belangrijk en een goed hulpmiddel? Is een stok of een andere club of een paraplu of gewoon een stukje hout. En belangrijk is dat je de lijn aangeeft naar de oranje vlag. Waardoor je elke keer precies weet dat je oplijnen goed is. Parallel staan aan de witte stick. Oplijnen. Dat weet je goed dat het goed is. En zo het oefenen maakt het veel meer in balans dat je eigenlijk het oplijnen altijd goed is zonder dat je dat elke keer weer opnieuw hoeft te checken.